De Hernhutters vormen in Suriname de Volkskerk. En ze zijn van oudsher voorstanders van ecumenisch samenleven en maatschappelijke betrokkenheid. De Hernhutters hebben de transmigratie goed begeleid en bevorderd. Onderwijs en medische zorg zijn in Suriname ondenkbaar zonder deze evangelische broedergemeente, die een zelfstandige provincie is van de Wereldgemeenschap van Broeders met een eigen bisschop, dominee R.E.C. Dot. Een gemeente als hier in Bronsweg is volledig zelfstandig en heeft een eigen Surinaamse predikant. Van de 2300 inwoners zijn er ruim 600 lid van de broedergemeente. Iedereen heeft in zijn mooiste kleren geduldig voor de deur gewacht totdat de bisschop als eerste naar binnen zou gaan. Des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner hand. Genade zij uw gemeente en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar het volgende lied op ons programma. Un summa alla hopodan, un hati en un steen. Verzoeken alle van onze plaatsen ons te verheffen. Summa de orde van dienst is heel sober. Na een lied en de schriftlezing wordt de kerk alleen ingewijd met een inwijdingsgebed dat besloten wordt met een gezamenlijk gebeden onze Vader. Zegen ook het werk van de medische zending ook hier. En heren, laat u ook zo kennen als de heiland voor lichaam en ziel. Zegen eveneens de verkondiging van uw woord ook deze morgen en deze dag overal in de wereld en hier. En verhoor ons, o Heer, als wij besluiten met het gebed dat Gij onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Excellenties, alle militaire, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten, hooggeachte gasten en gemeenteleden van Bronsweg. Heden is het een grote gebeurtenis in de evangelische broedergemeente in Suriname. Na zijn preek begonnen te zijn in het Nederlands, ging bisschop Dot spoedig in het Surinaams verder. Gado ben poti wie regering en atjerje na alle trasuma voor helpi alle suma die zit ben libi na in den dorp die zit meki no wang suma musu golasi no wang lasi den libi taki watra chiren ja srefi de meti fenikans suma kon komo poti na Amerika voor kon helpi voor loesu voelu voor den poti met die meki den no dede na in die watra. Dat die dat wondere wrokken voor gado. En in begin voor hen, ik gede wan traplesi meki den kon libi. En masra zorgo voor den toe. No wang suma, die ze kom op een eigen dorp, dat die ze den onder watra, kan taki mi dede voor hangri. En no wang suma kan taki gado libi wie. Ano sorgo fo wi, ano luko wi, ano do noti gi wi. Ma we moso preise en taki en tangi taki masra. Yo wonder wo kor bigi fo tru. Di wi si dona nga makandra tia. Kande, efi masra no ben holy wi faste. Wi no ben desrefiti de. Siki ben kom. Kande onverwacht yo fo tranga siki. Kande yo ben de somme lange kabana onder grond. Masra, we no habi mofo nofo fo taki yo grand tani. Because you ben sorgo fo vi. Na skin fasi, ma na sili tu. Skolo we ben kisi. Na den een den dorpo disi klaas kreek. Na Eendracht, na Marshall kreek. Na kilometer 106 nu koffiekamp. En dia na Bronsweg. Osso en Skolo. En evangelium, en gadozo, en die David en eindig gadozo voor die masra na juhozo. Wie weet dat hij na juning, en juwen givi dat hij, dan alle blessie, hier dan dat bigi voor je. Hier zijn we de takkie voor prijzen, en die je grang neem, because masra, wie schreef je nou bij zijn man voor doe dat hij. En dat brief voor u ben zwakke zo'n troon, toen moest hij schrijven. Masra nog vertrouwen, u ben kruto. Masra nog vertrouwen, u ben jemme. Nog vertrouwen, u nog ben habi patiëntie. Maar masra, u ben habi patiëntie. Grand tanje voor u, wigado. Masra, u ben godoro na u boom vroko, u nog ben luko na vi. Un vroko na dat talenti di si. Meki un kan leri trawang den boomsani voor masra. Meki un kan kisi morokoni en meki masra hopo un people en meki asori taki engi un da blessi fo en masra gi un tra talenti tu a gi un ti de da hoso disi en cherchi disi un ben forlanga sote ke mino wani no wan suma kreti de because a de wan plezier idee. Maar we praxeren de laatste day. De laatste dienst naar Ganzé. Die is den summa sita ki we moesten vroizi nou. Den laatste wang. En van summa ben kree. En van de kerkie hosso ben go na onder watra. Die de masra taki. Luko dia. Want trawande. We meki dan. Dat talenti disi. Un srefi holien.
Hoe schrijf je gebruiking, mika de wan blessie of zo? Maar nog voor een wang. Maar voor alle dingen trouwen toen we zei die aan een bronsweg en morfara. Die ze nog sabi massa Jezus jette. Of die ze nog tegenlijk den helpen, man. Kali den kong en mi blijt die voor troe. Die mi jere en mi sabi. Dat hij de kerkeraad voor die aan een leriman. Om de wakken in den dorpen en om de zingen. Om de preken de evangelie. Om de kali trouwen. En nog voor brara en sisa en trouwen. Bisschop Dot besloot zijn toespraak als volgt. Gemeente, geef alle uw hart over aan den Heer en dien hem en verheerlijk hem onder de anderen die hem niet kennen. Zodat zij, als, zoals een broeder dat zei, met een heilige jaloersheid zeggen. Broeder, help mij, wat moet ik doen, opdat ik ook uw heiland tot mijn heiland mag hebben. Mogen dat ook zo komen, dat de heiland dit werk zie. En als hij wederkomt op aarde, dat hij zegt, wat heb jij gedaan met uw talenten? Onderwijs, goed verstand, evangelie en bedehuis. Dat een ieder onzer kan zeggen, Heere, ik heb 3 zielen voor u kunnen winnen. God zegene u allen. En hiermede verklaar ik dit nieuwe kerkgebouw de Bronsweg. Voorgeopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Ontvangen wij de zegen des Heren. Jehovah mo bless you. Amosu kibrio. Jehovah mo make in face sky na vi alla tapu nen en tam tapu disi oso. En amosu luko vi bom. Jehovah mo hope in face tu. Na vi alla tapu en na tapu da gemeente voor India. En amusu givi alla da santa free voor India.